And here is Aline against the light, so we can't see her. Als je het hebt over moord of zelfmoord, ga je uit van een zeker dilemma. Het lijkt op een zelfmoord, maar misschien is er wel iets anders aan de hand. Dat is hier in Urmond allerminst het geval. Moet je voorstellen. Er rent hier een naakte vrouw onder het bloed met een mes in haar borst over straat, 's ochtends vroeg. En valt vervolgens dood neer voor de kerk. Niet echt een zelfmoord. Toch gaat de politie daarvan uit. Als het zelfmoord is, dan was het zelfmoord. Maar het bewijs moet er wel zijn. De politie heeft ons meer dan onbeschoft behandeld, laat ik het zo zeggen. Prachtig, prachtig. Wow. Ja. Er zijn nieuwe feiten. En die gaan we onderzoeken. Maar zelfmoord, nee, dat kan niet. Dat vind ik zo vreemd, dat snap ik helemaal niet. Ja, dit is iets anders. Het hele verhaal, dat is voor de familie onbegrijpelijk. Alles is wat het lijkt natuurlijk. Is en blijft. Wat is het dan? Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 1800 zelfmoorden gepleegd. Dat zijn er 5 per dag. Nabestaanden blijven vaak vol wanhoop en ongeloof achter. Maar wat als de conclusie zelfmoord wel heel snel is getrokken? Geen afscheidsbrief, wel verdachte omstandigheden. Die nooit zijn onderzocht. Zelfmoord, zegt het politiedossier. Moord, denkt de familie. En dat is in veel gevallen het begin van een emotionele strijd. Zonder winnaars. In de ochtend van 8 december 2009 wordt de 23-jarige Eline Melters dood aangetroffen in haar woonplaats Urmond. De gebeurtenissen voorafgaand aan haar dood zijn op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Het was ongeveer hetzelfde weer als dit. Loodgrijze lucht, stil op straat. Kwam ze daar uit die poort. Helemaal naakt, met een mes in haar borst gestoken. Ze zou binnen hebben gezegd, ik wil rood zien en ik wil naar God. En ze liep zo hier, in die toestand, naar boven. En daar is inderdaad een kerk. En hier vervolgt zich het bizarre, bloederige, vreemde tafereel. Ze komt hier dus bij die kerk aan, maar daar gaat ze niet heen. In plaats daarvan loopt ze die kant op. Nog steeds naakt met een mes in haar borst. Nou ja, deze hele route is eigenlijk gereconstrueerd aan de hand van bloedsporen van haar die hier gevonden zijn. Pas als ze hier aankomt, wordt ze echt gezien. Die man ziet hoe zij hier over de heg hangt en zich uitstrekt. Als die man goed gaat kijken, dan ziet hij dat ze helemaal naakt is. En op de een of andere manier belandt ze daarna op het gras in de tuin van deze kerk. En dat mes is op dat moment op de een of andere manier uit haar lichaam geraakt en ligt ook bij de heg. De gealarmeerde hulpdiensten kunnen niets meer voor haar betekenen. En op die grauwe ochtend sterft Eline Melters op dit veldje in Urmond. Haar zus Nadia en haar broer Daniel, die in Amerika een medische functie bij de overheid bekleedt, wordt verteld dat Eline zelfmoord heeft gepleegd. Maar details over de toedracht geeft de politie vreemd genoeg niet. Om en bij 11:30 van mei 's middags, 's ochtends nog eigenlijk, belde Nadia mij op. Met nieuws van er is slecht nieuws. Dat Eline zelf is van, hoe bedoel je, ze is dood. 23, dat bevat ik helemaal niet. De volgende dag kwamen er dingen in het nieuws dan naar voren, dat je dingen van mensen te horen kreeg en dat we toen ook dingen van Daniel te horen hebben gekregen. Want Daniel is toen gelijk gaan googelen van, nou ja, hè, is er dan wat in het nieuws naar voren gebracht? Je googelt in dode vrouw Urmond en daar popt gelijk de bericht op van de Limburger. En dan lees je,
Ja, dode vrouw over straat, schreeuwen, bloed, mes. Als jij een dode vrouw op straat vindt, naakt, door mesteken om leven gekomen, dan ga je niet gelijk denken aan een zelfmoord. Dan zou ik iedereen die ik het verhaal zou uitleggen van, hoe doe je zelfmoord? Dat past niet. Het plaatje past niet. Maar hoe dan? Nou ja, dat wisten we niet. Dat wisten we gewoon echt niet. Dat werd ons gewoon niet verteld. Maar dat vroeg je dan toch? Wat is... Ja? Nou ja, ze heeft zelfmoord gepleegd, dat was het. Maar vroeg je dan niet van wat is, hoe is dat gegaan? Of we... Nee, ze deden daar echt heel geheimzinnig over. De politie heeft ons meer dan onbeschoft behandeld, laat ik het zo zeggen. Eline is het jongste kind in het gezin Melters. Naast broer Daniel en zus Nadia groeit ze op tot een ondeugende spring in het veld die met haar vrolijke karakter iedereen voor zich inneemt. Ze was altijd in voor een geintje. Die geintje is alleen maar groter als ouder werd. Een druktemaker. Als zij gewoon binnenkomt, was het gewoon altijd feest. Altijd gezellig. Hoe kon je plezier maken? Ja, klopt. Maar je kon ook hele serieuze gesprekken met haar voeren. Ja, nee, we hebben nog iemand contact gehad. Dus vrijdag voor haar dood. Dus ja, contact hadden we tot het laatste moment. Daniel en Nadia zijn verbijsterd door het bericht dat Eline zelfmoord zou hebben gepleegd. Dat past totaal niet bij het beeld dat ze hebben van hun zus. Maar binnen 48 uur na haar dood, nog voor de ouders Eline officieel hebben geïdentificeerd, sluit de politie het onderzoek. Zonder verdere uitleg. Mijn ouders hebben toen in februari hebben ze een gesprek gehad met de officier van justitie. En daarin kwam pas het eerste verhaal naar buiten wat zich daar dan die 8 december heeft afgespeeld. En dat hoorden jullie hoe lang nadat het gebeurd was? Nou ja, februari. Ze is in december overleden. 3 maanden. En dan heb je ondertussen wel dan hele kleine stukjes dan in het nieuws wat naar buiten wordt gebracht. Maar er werd ook niet veel gezegd. Er werd ook niet veel gezegd. Nou ja, hè, er is een jonge vrouw buiten overleden. En het is zelfmoord. En nou ja, het ging niet goed met haar. Maar je hebt het dus alleen uit tweede en derde hand gehoord, maar niet van de politie? Nee. Je hebt dus niet van de politie gehoord dat ze naakt is gevonden? Dat er met een mes was gestoken? Nee. Niks? Nee. Maar hoe vaak heb je de politie gebeld om te vragen wat is er gebeurd? Nou, wij hebben op een gegeven moment toen, ik denk een week na het overlijden van Eline, hebben we op een gegeven moment een telefoontje van de politie gekregen dat wij de politie niet meer mochten lastigvallen met de zaak van Eline, want de zaak van Eline was afgesloten. Want het was zelfmoord. Het blijkt dat Eline minuten voor ze stierf samen was met haar vriend, met wie ze al 2,5 jaar een relatie had en met wie ze in Urmond samenwoonde. Hij is dus de kroongetuige en hij verklaart het volgende over wat er is gebeurd. Volgens de vriend ging het al veel langer psychisch niet goed met Eline. De avond voor haar dood is Eline met een mes naar bed gegaan, omdat ze ergens bang voor was. Haar vriend schrikt enorm als Eline voor de grap dan net doet alsof ze hem gaat steken. Boos duwt hij haar weg en loopt naar beneden. Eline komt achter hem aan en biedt haar excuses aan. Maar hij is er niet gerust op. En op zijn aandringen besluiten ze de volgende morgen psychische hulp te zoeken. Ze blijven die nacht in de woonkamer. Eline wordt dan heel onrustig en begint spullen te verschuiven, doet kasten open en dicht en trekt haar vest steeds uit en dan weer aan.